Het nieuwe gebedshuis aan het Monsieur Nolensplein in Breda is bijna klaar. Het pand waar eerst Bakker van Boksel in zat, wordt nu omgebouwd tot een ruimte voor de leden van de Nazareth-parochie in de wijk Heuvel. Hun oude monumentale kerk wordt omgevormd tot het sociaal-culturele Huis van de Heuvel. Het nieuwe gebedshuis is een stuk kleiner dan de kerk. Er kunnen ongeveer 50 mensen terecht.